Goeiedag, en u kijkt weer naar een nieuwe aflevering Appels met Peren. En vandaag aangeschoven is deskundige Wilco Pedia. En met hem gaan we het hebben over, ja, hoe kan het ook anders, Nationale Vrouwendag. Internationale Vrouwendag. Is dat internationaal? Dat is internationaal. Oké, morgen is dat dus. Morgen is Internationale Vrouwendag. Het is echt dus internationaal. Ik vroeg me al af, wat moeten we doen? Een bloemetje met thuiskomen? Het is iets anders dan Valentijnsdag. Dat hebben we net gehad. Ja, het is ongelooflijk. Ze blijven maar om aandacht zeiken. En om Internationale Vrouwendag speciaal voor jullie dames te respecteren, zal ik nu even gaan zeiken. Kunnen we even concluderen dat feminisme gewoon dood is? Gewoon mors dood. Want na 50 tinten grijs kunnen we toch wel zeggen dat het afgelopen is. Hè? 150 jaar feministische emancipatie gewoon zo door de play vanwege een of ander hardcore boeketreeks dingetje. Het is gewoon te gênant voor woorden. Als wij van tevoren wisten dat een goed pak slaag en een bolletje in de mond genoeg was, dan hadden we dat wel gedaan. Dan had jij nu wel een vriendin gehad. Maar oké, eventjes to the point, want wat is het? Het is 50 tinten grijs, dat is dat SM-boek waar al die wijven op zitten te soppen. Oké, dat wist ik ook niet. Maar is dus thuiskomen met een bloemetje voor Internationale Vrouwendag is goed of niet? Ja, het hoeft niet, maar je kan ook gewoon voor zorgen dat ze gelijk beloond worden. Maar dat gaat never, nooit niet lukken natuurlijk. Voor werk gelijk beloond. En dat is het. Nou, dat is één van de pijlers van emancipatie natuurlijk. Het gaat om de emancipatie. Tuurlijk, mensen, morgen is het Internationale Vrouwendag. En dan gaan we één dag geëmancipeerd door het leven. En zorgen dat de rechten van de vrouw ook. Dit was weer een aflevering Appels met Peren. Geniet van de dag van morgen. Het is met name feestdag, voor de dames. Wat, ik weet niet wat vandaag is. Ik begrijp er helemaal niks van. Wat is het? Je kan het niet gewoon maar een geslacht zeggen en dat aan een dag hangen en zeggen. En het is ook nog eens internationaal. Je moet toch, er zit toch een plan achter? Nee, het zijn wat vrouwen. Is het? Er zit nooit een plan achter. Nou, dat blijkt wel.